Welkom iedereen, weer een nieuwe aflevering van Persona 3 Portable. Vandaag is het oudjaarsdag. Inderdaad. Maar nu is het nog steeds 3 januari. Ja. We zijn zo dicht in de buurt. Het kan niet dichterbij worden. Hoe dichterbij wil je het hebben, jongens? Wil je het echt op dezelfde dag of wil je het 1 dag ervoor? Het is aan jullie. Zet maar in de comments neer wat jullie willen. Speaking of, Jordi, heb je altijd al 316 subs gehad? Ja. Vet. Je had door moeten gaan met je oude kanaal. Want nou, ik ging oorspronkelijk vanuit mijn oude kanaal zo eindigen, dus. Onthouden, dit e-mailadres zou eraf moeten worden gehaald. Dus dan zou je eigenlijk verwachten van, hey, bestaat ook niet meer, het is al klaar, maar ja. Maar ja, ik snap nu waarom je op een gegeven moment gaat vergeten dat je op iemand gesubt bent als die niet meer uploadt. Ik heb dat met een aantal kanalen volgens mij. Ja, wat vond je, maar ja, ik, wat vond je van, mijn van die gelukkig nieuwjaar video dan? Die van TSG? Nee, van PRD. Oh, van PRD, hè? Wanneer? 1 januari. Letterlijk? Ja. Ben ik niet meer gesubt op jullie? Schaam je. Wat? Let me check. Hey, one... En ondertussen is het 1 december, zien we Ryoji. Nee, ik ben wel gesubt. Oké. Want ik krijg nog elke week Wie is deze Pokémon? Was het letterlijk Wie is deze? Nee. Dat was, het was 1 januari. Oh, ik dacht dat die video letterlijk op TSG zat. Nee. Was op PRD om wat subs daarvan eindelijk een beetje de andere kant op te sturen. En? Heeft het gelukt? Is... Oh, spijtig. Het had gekund. Ja. Nou, Ryoji zegt nu van, oké, jullie mogen van mij gerust mij vermoorden. Ik wacht in de kamer van Minako. Ik hoor het wel. Vecht hij wel terug of wat? Hij laat het gewoon gebeuren. Oh. Hier is punt. Iedereen is het mee eens. Ik ben met iedereen eens. Ja, iedereen heeft een keuze gemaakt. Minako, jij mag het oplossen. We hebben all in agreement. Ja. Oké. Nou, ons kamer. Ryoji zit in een hoekje te huilen. Hallo. Hallo, Pharos. Want hij weet nu dat hij tenminste weer Pharos is. Lol. Nee. Wanneer rijdt nou zo? We ga je vandaag afslachten. Kill me, Tartarus, the Dark Owl en al je memories van de battle zullen verdwijnen. En dan word je wakker als een normale middelbare scholier. Nou, lijkt op zich een redelijk normaal aanbod. Niks cannot be defeated, maar kijk, dat zie ik als een uitdaging. Ja, we gaan tegen de vechten. Instart de Yaldabaoth van Bos. Ja. Du-d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 u. Nou, we killen Ryoji. Ah, spijtig. Welkom bij de bad ending. Ryoji. Oh, ik dacht dat dit de laatste part was van de game. Nee. Oh. We moeten nog een aantal. Ik heb gezegd het was een bad ending en een true ending. Ik heb niet gezegd dat ik ze niet beide zou gaan doen. Zie je hoe je hem neersteekt? Nee. Zie je hoe je personen gebruikt om hem te burgen? Let op, by the way, ook goed op de datum nu. 31. 31-12, ja? Mm. 3 maart. Bingo. Wow. Hé, hey, we zijn voorbij onze dagen. Nee, maar dat telt niet. Want dit was een skip. Ver en af. Nee, omdat wij dus de val hebben geskipt. Dus we hebben Ryoji gekilled. Missen we alle dagen die we normaal konden gebruiken om het laatste stuk nog te doen. Dus bijvoorbeeld Mitsuru. Mitsuru Maxe. Mitsuru Maxe, et cetera. Mhm. Dus ja.
Dus je hebt sowieso niet iedereen gemaxt, haha. Nee. Dus dat krijg je sowieso als je een bad ending doet. Oh. Frappant. Nou. Wacht. Hè? Aegis bestaat nog, maar alleen we weten niet meer wie Aegis is. Weet Aegis nog wie wij zijn? Aegis weet nog wel wie wij zijn. Oh. En hier is het zo van... Ja, ze heet zo... Ja, ik weet niet meer wat de naam was. Ah. En hier is ook het ding. De dorm waar we in zaten... Is dit keer geen dorm meer voor alleen maar mensen van Seas. Dus heel veel mensen wonen er nu in. Oh. En Akihiko zegt ze nu... In plaats van Akihiko de vriend... Is het Akihiko de captain van de boxingteam. Ja. Ja, we weten niet meer zo goed wie het is. We weten wie het is omdat we hem vaak zien op school. Maar we weten niet meer wie het is omdat we de herinneringen niet meer van hem hebben. Oh. Ze praat niet echt meer als een robot. Nee, dat. En omdat Aegis haar geheugen niet is verwijderd. Weet zij wat er gaat gebeuren. Oh. Welke dag gaat het ook weer gebeuren? Vandaag. Ah. Dus, Mitsuru ja. Kirijo. Oh. Ja, jullie gaan allemaal dood. Veel plezier. Doei. Ja, de ballen. YOLO. De ballen. Sowieso. Nou, en dan is het eigenlijk gewoon van... Oké. Okay. En dan moet je nagaan. Heb je dus 2 maanden aan content heb je nu gemist. Nou ja, niet dat het heel erg is. Nee, klopt. Stel je voor dat je nog die... 2 maanden zou moeten spelen en dan achterkomt... Hé, hey, kut, ik heb de bad ending gekozen, F. Nu moet ik weer helemaal nieuw beginnen. Nee, maar daarom is ook handig dat je op de 30ste nog saved. Want je kan op de 31ste kan je niet meer saven. Dus wanneer je de keuze maakt, kan je niet meer saven. Mm. En daarom ben ik ook van mening dat je ook altijd continu moet saven. Want dat heb ik geleerd in 1 game... Chrono Cross. Ik zat vast in de boss battle, kon niet meer weg. F. En ik was low level, dus. Ik heb het geleerd in Persona 5. Nee, heb je het heel laat geleerd. Ik heb het heel vroeg geleerd in verhouding dan. Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld maar 3 save files hebt. Ja, ik ga ze niet alle 3 gebruiken. Klopt. Maar ik heb er nooit echt problemen mee gehad. Pas in Persona 5 had ik er problemen mee. Nou, dat vind ik het mooiste aan heel de Free Houses. Je had oorspronkelijk had je 5 save files. Nieuwe patch, volgens mij heb je nu een stuk of 20. Dus dat, van, okay. Dat is wel slim. Ja. Ja, Junpei, je moet skippen met je kut baardje. Maar ja, het is nu wel zo van, hey, nu is het meer gefocust op volgend jaar zijn wij de laatste mensen. Zit je in het laatste jaar. Ben je nu een tweedejaar student? Ja. Oh ja. Maar wacht, je bent toch een transfer student? Een transfer student kan ook in het tweede jaar terechtkomen. Of in het laatste jaar. Ja, maar waarom ga je dan niet volgend jaar weg? Transfer student is toch meestal maar voor een jaar? Nee, transfer student... transfer student kan zijn voor een jaar, maar transfer student kan ook zijn van... Hey, ze stroomt in en ze blijft ook voor de rest. Oh... Dus het hoeft niet per se voor een jaar te zijn. De Persona games zijn wel zo van... Het is een trend van toen, het is voor een jaar. Maar... De meeste, ja. Deze niet. Deze niet, oké. Okay. In 4 en 5 wel. Misschien is dat wel beter om in een verhaal te doen. Dat je maar een jaartje blijft. Ja, dus dan raak je wat meer gehecht aan de characters. Omdat je weet van... Oh, het is maar een jaar. Klopt, we gaan dus dit keer niet met de trein of met... Bus gaan we niet weg. Mm-hmm. Ik ben benieuwd waar we mee weggaan in Persona 6. Gaan we dan met vliegtuig? Zou kunnen. Waarom ben je niet benieuwd wat er gebeurt in Persona 3 dan, hoe je weggaat? Of hoe je niet weggaat? In Persona 3 ga je niet weg. Nee, dus hoe denk je dat gaat dan? In Persona 3? Ja. Zelfmoord. Omdat je de hele dag naast Junpei moet zitten. Oké, is goed. Nou, vandaar dat de eerste scène toch ook kwam met die invoker.
Mm-hmm. Dat je jezelf neerschiet. Dan raak je alvast gewend aan het idee van dat je jezelf... Oh. Ik had gezegd dat de ending was. Krijgen we de val niet te zien? Nee. Waarom niet? Daarom is het hele punt ook van de val. Omdat wij Ryoji vermoorden, krijgen we zijn alle herinneringen weg. En dan gebeurt de val gewoon tijdens de Dark Hour. Waar we dus dit keer niks mee te maken hebben. Omdat dit keer als de rest van de personen terechtkomen in de kist. Oké, Jordi, je hebt de Nuzlocke verloren. Ctrl R. Ja, gelukkig is het nog niet zo erg. Maar ja, wanneer ga je ooit een persoon een Nuzlocke doen dan? Hoe wil je dat ik een persoon een Nuzlocke doe? Je mag maar één nieuwe persona per vloer, hoe noem je dat? Laten joinen in je ding. Ja. Als er een sidekick te dood gaat, mag je die niet meer gebruiken. Kijk, zo, de eerste kan al niet. Want de persona's van jezelf gaan nooit dood. Dus de enige manier hoe dit zou werken is als je zeggen van, hey, je sidekick gaat dood, je mag de sidekick niet meer gebruiken. Dat is de enige manier hoe je het zou kunnen doen. Oh. Maar ja, zelfs dat is al soms moeilijk, omdat je soms gewoon ik zoveel het characters mee moet nemen, terwijl sommige niet eens meer beschikbaar zijn. Nou ja, er zijn ook sommige Pokémon games waar je maar 10 routes hebt, dus ook maar 10 mons. Ja, klopt. Dus ja, als je een beetje tweakt, kan je het mogelijk maken. Ja, ver en af. Maar dit is ook daadwerkelijk de echte credits van de game. Dit zijn geen fake credits. Dus als je de game, de true ending krijgt, dan krijg je ook deze credits. Krijg precies dezelfde credits. Ik mag hopen dat je die skipt. Nee. Bij de true ending. Waarom niet? Waarom? We krijgen het nu al te zien, dus waarom zo meteen dan nog een keer? Nou, een paar dingen. Eén, in de laatste credits wil ik echt hebben voor de game. Oh. En deze is meer gefocust op kijken zelf op naar die persona. Zit iemand koffie te drinken? What the fuck? Caesar is een robot en de andere zit gewoon op volgens mij op een soort van bed of wat dan ook gewoon koffie te drinken en een newspaper te lezen. Hij lijkt een beetje op Pink Guy van Filthy Frank. Nou, ja, op zich. Ja, je ziet het wel toch, dat pakje. En nu zie je ook dat de persona van Fuka ook daadwerkelijk haar had. Had het dan geen haar? Dat werd niet echt duidelijk te zien. Dat was niet echt duidelijk te zien in de model. Oh. Dat is op zich wel geinig. Ik weet het niet meer. Ik denk dat ik het wel zag. Maar de persoon heeft wel hetzelfde soort haar als Fuka. Alleen Fuka heeft kort haar. Ja. Maar het is ook zo ruig. Nou ja. Hey. Dit is ook een beetje dom eraan. Want dan heb je net de persoon geunlocked voor Aegis. Athena. En dan zie je hem nu in de credits. Maar je gebruikt hem niet. Je kan hem gewoon niet gebruiken. Dat was gewoon een keuze. En dat was de slechtste keuze. Ja. Daarom heet het ook Bad Ending. Klopt. Dus wanneer ga je Ctrl R doen? Oh, de Ctrl R komt nog. Ga je dan dat ook? Gaan we dat ook daadwerkelijk zien? Ja. Yes! Nee, meer Pissurbrus weer. Nee, en ik ben heel eerlijk. Ik vind de endings... Ik heb letterlijk de ending theme heb ik gewoon als muziek gedownload. Zodat ik het gewoon later gewoon opnieuw kan luisteren. Ik vind de hele goede ending credits. Klinkt best wel goed, ja. Weet je wat ik wel kut vind? Nou? Nou ja, je weet toch dat ik heel veel muziek download om te luisteren op mijn telefoon? Ja. Ja, ze hebben nu al die fucking websites en DMCA-klachten gegeven. En nu verschijnen ze niet meer op Google. Oh, jammer. Volgens mij kan je ze ook niet meer... Sommigen die hebben nu ook echt van die copyright-dingetjes ingeplanteerd. Dus als jij een copyright-video probeert te downloaden... of een mp3'tje ervan... Mm. Gaat niet. Zit copyright-material in.
Clip Converter heeft dat, NodeTube heeft dat, Download YouTube MP3 heeft dat. Heel veel sites hebben het nu gewoon ingebouwd van, je kan geen muziek direct downloaden. Dus hoe los ik dat altijd op? Ik download een AMV. Wat? AMV, Animated Music Video. Want daar hebben ze altijd nog een stuk ervoor of daarna. Dus dan lijkt het niet echt op de pure muziekvideo. Oh. Ja, maar ik kan niet overal een AMV van vinden. Nee, klopt. En dat vind ik dat is net zoals met Brustrum nog wat. Ja. Die kerel die al die game muziek uploaden. Ja, dat kanaal is verwijderd. Zonde, hè? Ja, gelukkig heb ik alles wat ik nodig had, heb ik al voor die tijd gedownload. Nou, dat scheelt. Easy win. Nou, en ik moet alleen nog eigenlijk muziek van Persona 3, denk ik. Oh. Tik, tik, tik. Klik. En de Dark Hour triggert. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.